Hallo, mijn naam is Fanny en mijn urban craft is koffie maken. Iedereen denkt gewoon koffie maken, ik zal vlug een keer een potje koffie zetten en dat is het. Dat is het niet meer toch. Acht jaar geleden werd ik in de Café Nation en ben ik eigenlijk verliefd geworden op alles rond koffie, koffie maken, ja, het barista zijn. Ik wou eigenlijk al heel lang een mobiele koffiebar. Ik had eerst een caravanneke, dat is al gestolen geweest. En dan dacht ik, oké, caravanneke, dat is niet zo handig. Ik wil iets met een motor in. Ik ga op zoek achter een busje. En dan heb ik 2 jaar geleden deze Renault ergens gevonden in Dendermonde. In een schuur. Helemaal verroest. Ja, ik was stapelverliefd. Uiteindelijk is het klaar nu. Is niet perfect. Maar ik denk dat dat erbij hoort als mensen vragen van oei, daar verf af en daar is niet recht. Maar ja, dan is het zo. Ik heb het zelf gedaan. En dat maakt eigenlijk wel nu een deel uit van wie ik nu ben. Bereik ik in mijn ogen mijn perfecte cappuccino. Bij mij begint dat met het juiste shotje, juiste looptijd, de temperatuur van het water, het juiste stomen. En als ik dat dan allemaal bereikte en dan geef ik dat af, dan ben ik daar eigenlijk altijd wel een klein beetje fier op. En dan hoop ik dat zeggen als ze ervan drinken van lekker. Dus eigenlijk is koffie maken niet gewoon maar koffie maken. Eerst en vooral geniet ik er zelf van om 's morgens uit te rijden met iets dat ik 2 jaar aan werkte. Mij op een plaats te zetten waar alles ontwaakt. En dan mensen de perfecte koffie te geven. Voor hun is hun dag geslaagd, maar voor mij nog meer.